Yes! Volgens mij zijn we live. Super. Leuk dat je kijkt naar de vierde les. Ik heb een verrassing voor jullie. Ik heb een leerling uitgenodigd van het selectieteam. Ik zou zeggen, kom erbij. Applausje voor jou. Yo! Jawel. Hey, stel je even voor. Ik ben Joël. Ik ben 11 jaar en ik zit in selectie 1 van ZERO. En jij hebt ook een eigen YouTube-kanaal, toch? Dus, ja. Ja, staat hij weer in de bio? Nee. We gaan hem in de bio zetten. We gaan hem voor je in de bio zetten. Hey, superleuk dat je er bent. Ik was namelijk even aan het kijken bij onze abonnees. We hebben namelijk nu 1000 abonnees, dus super bedankt daarvoor. En jij was ook een van de abonnees. Ja. En toen zag ik dat jij dus ook inderdaad YouTube-video's maakte en bij ons op Vrienden zit. Dus ik denk, nou, superleuk om jou even uit te nodigen. Zeker. We hebben volgens mij net ook een leuke video gemaakt. Misschien kun je daar al kort iets van verklappen? Een Game of Flip in Teams. En hun hebben verloren. Nou, hey, we zijn het niet helemaal met elkaar eens, maar dat maakt niet uit. En in ieder geval, we staan wel een beetje achter volgens mij. Maar er zijn ook wel hele sikke flips gegooid. Heb je een aantal dingen, kun je wat vertellen over de flips? Nou, ik, Oscar en Wesley. Wesley is daar, dat zien jullie niet. En Oscar staat achter de camera. Hebben daar een frontflip van die halfpipe afgegooid. En dat was wel echt sick. En er zijn corks gegooid. Ja. En dat, ja, verder ga ik niks verklappen. Ja, ik daagde hem wel uit met iets, maar dat is je wel gelukt. Dat is wel heel erg sick. Dus, ja. Maar die video komt, even kijken, maandag. Kijk Oscar even aan, die komt maandag online, denk ik. Maandag, dinsdag online. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Dan hebben we verzoek gekregen om met jullie de backflip door te nemen. Nou, en dat is ook wel gaaf, want jij kan een kork en je kan een kick to the moon maar nog niet helemaal een backflip goed landen, toch? Nee, ik kan hem wel op een matrasje zonder sokken. Niet altijd landen, maar meestal wel. Dus wat hebben wij geregeld? Matrasjes. Dus wij gaan jou vandaag, de backflip, gaan we gewoon nog beter maken. Want je kan hem eigenlijk al wel. Alleen je landt hem niet steeds op je voeten. Nou, misschien heb je dat ook wel. Laat even weten in de comments of je al een backflip kunt. Of je hem op de trampoline kunt. Of dat je hem op gras kunt. Of misschien kun je hem al helemaal flat ground. Dus waar je ook maar bent. Laat even weten in de comments of jij de backflip kan. En als je hem niet kan, ja, hoe je hem dan nu landt. Misschien land je op je knieën. Jij landt op je knieën of op je voeten al? Nou, ik land op mijn voeten, maar meestal met handjes. Met handjes. Dus dan eerst voeten en dan handen. Oké, maar goed, heel veel oefenen. En natuurlijk, kijk ook even naar de tutorials die we hebben gemaakt. Onder andere hebben we een video met 3 meest gemaakte fouten. Kun jij ons vertellen wat een meest gemaakte, of een van de fouten is? Wat denk je? Dat je heel ver naar achter gaat. Te vroeg je salto inzet, waardoor je handen nog niet op het hoogste punt zijn. En dat je... De derde weet ik volgens mij niet echt. Nou, we gaan ze straks allemaal doorlopen, dus dat komt helemaal goed. Ik heb ook vandaag Wesley bij me. Huppakee, Wesley. Ik geef even het woord aan jou. Het woord aan mij. Ja, dat is gewoon een verrassing altijd. Surprise. We hebben net natuurlijk Game of Flip, we staan een beetje achter, maar we hebben net Game of Flip gedaan. Oh, met wie zit je in het team dan? Ik zit met jou in het team. Oh, met mij? Staan we voor of staan we achter? Ja, een beetje achter, maar goed, dat komt allemaal dinsdag. Komt nog wel. In ieder geval, Joël die is ook van omkleden. We gaan zo even een korte warming-up doen. En dan gaan we bezig met de backflip. Yes? Dus ik zou zeggen, als je nog niet je sportkleren aan hebt, dan pauze, ren naar je kleedkamer. En fix eventjes je sportkleding. Ik ga Oscar even vragen of hij als DJ eventjes een muziekje op wil zetten. En dan gaan we eventjes een... doe maar gewoon lekkere... Kom je er ook bij? Nou, dan ga ik jullie uitdagen en deze jongens uitdagen om eventjes mij na te doen. En dan hoop ik dat ik zo meteen helemaal in beeld ben. Ja, en dan ga ik hem toch even overnemen weer. Dus, en dit was een verzoekje die al best wel lang lag. Dus de backflip, sorry dat het lang heeft geduurd, maar vandaag, dit is de backflipdag. Yes, dus een van de belangrijkste tricks die een freerunner wil kunnen volgens mij. Als je dit kan, dan, ja, dan ben je wel echt een beetje freerunner qua tricks. Yes, de muziek mag aan. Dat is ook meestal waarom iedereen op freerunning komt, hè? Backflip. Ja, de backflip is wel echt een move. Als je die kan, dan ja, gewoon klaar. Kun je ook stoer doen, weet je wel, op school. Ik vond ook altijd leuk, kon ik stoer doen op school. Ben je een freerunner? Kun je een backflip? Wat zeg je? Kan jij hem ook, de backflip? Ja, ik laat hem even zien. Ja, iedereen leert het natuurlijk van jou en van Jelle. Jullie zijn de oudste bij Zero. Dus dan moet je het zelf ook wel kunnen. Netjes, hè? Zeker. Ja. Alleen de landing is een beetje hard. Ja, maar volgens mij heb jij hem nog niet geland, dus dat komt nog wel. Hè? Maar hij heeft wel gelijk inderdaad, het kan nog soepeler natuurlijk. Ik land hem inderdaad vrij hard. Ik moet zeggen, ik ben natuurlijk wel oude mannen en ik train eigenlijk niet meer met freerunnen. Dus dat is ook wel wat ik heb besproken, als je het gewoon kunt en je blijft het 3 maanden doen. Hij loopt vast. Hij loopt vast. Nou, we gaan gewoon door. Ja, waarschijnlijk. Ik krijg ook een comment dat hij is gestopt. Maar... Kun je eens kijken op je telefoon of hij het wel gewoon doet? We hopen dat hij het wel gewoon doet natuurlijk, anders dan doen we het voor niks. Maar goed, we gaan dus lekker de warming-up doen. En jij mag mij gaan nadoen, dus ik probeer eventjes... Hij doet het gewoon. Maar geluid mag even uit. Yes. Goed, komt-ie. Ja? Ik ga snel zijn, dus let op. Weet je de muziek? Let op, hè. Let op, hè. Je mag mij nadoen. Even een stukje balans tussendoor. Oeh, daar ging die bijna, daar ging die bijna. Andere kant. Ja, oké. Nou, let op, hè. Beetje warming up. Even wat anders dan we normaal doen. Nog op je vingertoppen. Ja. Ah, netjes. Nou, gewoon op je handen. Ja, dat kan ik hier ook. En dan mag je eventjes je andere been gebruiken om op te schoppen. Je andere been. En dat doen we ongeveer 5 keer, jongens. Oké, als we toch bezig zijn, maken we even een keer een ratslag. Kan niet allemaal gewoon, hè? Ai, ai, ai. Goed hoor. Goed, dan mag je eventjes kijken of je ook sterk bent. Ga je zitten. Ga je jezelf proberen omhoog te duwen. Ja, dat is zwaar. Dat betekent dat je moet alles kunnen aanspannen. Eerst gaan we staan. Het is een beetje actief, dus ik probeer een beetje gewoon nu naar voren, links, rechts. Handen meenemen en nu breed. Hup, hup. Noemen ze ook wel jumping jacks. Daar word je heel goed warm van. Maar ik wil het een beetje parcours houden, een beetje freerun houden. Dus we gaan eventjes monkey en dan een soort van wallspin maken. Let op. Mag je aan deze kant gaan staan? Monkey. En dan... Ja, lekker. Daar word je warm van, hè? Hij is al warm. Ja, we hebben net al getraind, maar zij nog niet. Dus, hop. Oh. Komt-ie. Yes. Oké. Goed. Mag je nog eventjes, als je wil, je schouders even lekker loswerken. Want we gaan vandaag bezig met de backflip. Dus dan ga je de backflip een beetje nabootsen. Hoppa. Neem je handen goed mee. Hop. Mooi hoog. Mag je nog een paar keer doen? 10 keer? Ja, wij wel. Tuurlijk. Jij bent nog jong. Je bent helemaal fit. Goed meenemen. Hop. Probeer je goed te strekken. Het is heel belangrijk ook in een van de eerste dingen van een backflip dat je goed leert strekken. Yes. Kijk. Heel goed. Mag de muziek weer uit? Ben je warm? Ja. Hij is warm. Heel goed. Nou, ik hoop dat jij ook warm bent. We proberen elke week een beetje een andere warming-up te doen. Zodat het een beetje leuk blijft natuurlijk. En het gaat erom in een warming-up. Heb ik ook uitgelegd in de video. Hè? Hele lange video van 8 minuten waarom je een warming-up moet doen. En belangrijk is de laatste fase. Het is een specifieke fase waarin je bezig gaat met de oefening die je straks gaat doen. Dus we gaan bezig met de backflip. Dus het is belangrijk dat je even je armen goed loszwaait. Je gaat springen, dus probeer vooral die beweging even na te bootsen. Even je knieën nog eventjes. Ja, en dat doen we gewoon even te voelen van, hey, ben ik belastbaar? En de enkels. En je enkels, zeker weten. Heel belangrijk. En dan gaan we eigenlijk gewoon bezig met de oefening. Nou, stel je voor, jij kan nog helemaal geen backflip. Heb jij een tip wat je kunt doen? Misschien weet jij, hoe ben jij ooit begonnen met de backflip? Zo. Kijk, oké. Nou, je hebt vast wel een matrasje of een kleed thuis. Dus je mag het matrasje even pakken en mag je hier zo neerleggen. Yes. Goed, even kijken. Zijn we in beeld? Ja, we zijn in beeld. Super. Nou, let op. Dan mag je even op je rug gaan liggen. En dan zeg ik altijd tegen leerlingen. Dan zei ik al tegen leerlingen toen ik mijn les gaf. Goeie oude tijd. Dat je hem nu moet doen alsof je staat. En je mag iets meer daarin gaan liggen. Ja, super. Waarom? Je gaat een ronde achter maken zo meteen. Nou, dus je mag je ogen dicht doen. En jij mag gaan denken dat je gewoon rechtop staat. Nou, als je goed kijkt naar mij, mag je ogen weer open doen. Maak ik in het echt een sprong. Neem mijn handen mee. Om hoogte te maken en om de energie mee te nemen naar achter. Ja? Dus wat jij zo meteen gaat doen, Dus je handen eerst naast je neerleggen. En dan neem ze mee naar achter. En als je het moment dat jij met je hand het matras, tegen het matras aanslaat, dat is het moment dat je in het echt, dus als je rechtop zou staan, je mooi gestrekt hebt. En op dat moment wil ik pas dat je je knieën naar je schouders toe brengt. Wat heel veel mensen fout doen is dat ze de schouders naar de knieën toe brengen. Maar dat doe je met een frontflip. Dus we gaan eens kijken. Je tikt hem even een paar keer aan. Dus eventjes hoep. En op 3 probeer je je knieën naar achter te doen. Yes. Nou, dat gaat keurig. Dan zie je bij jou dat het al heel snel gaat. Sommigen die zullen een beetje struggelen. En die krijgen dan dit. Let goed op. Die krijgen dat ze liggen. Dit gaat allemaal goed. Dat is allemaal lekker zo. Maar dan zit hun hoofd in de weg. Dan komen ze niet verder. Het is belangrijk dat je dan je oor op je schouder legt. Even de andere kant, zodat je hier ruimte creëert om overheen te kunnen draaien. Let op. Zo kan ik heel makkelijk rollen. Gebruikte jij die tip al? Of je neemt gewoon over je hoofd heen? Ja. Maakt ook niet uit, hè? Judo. Met judo doe je het ook. Ik doe het ook. Zo. Yes. En wat Wesley... Oh, microfoon. Ja. Ja, wat Wesley heel leuk vindt, die vindt dit een hele leuke trick met die achteruitrol. Wat is dit? Ah, weet je hoe dat heet? Nee. Dat heet de stutrol. Dus dat duw je... Wesley, laat hem even zien. Ja, bedoel, we hebben hem hier live natuurlijk, dus dan... Doe het niet op het matrasje. Dat lijkt alleen maar zo. Nice. En daar kun je zo ook nog een backflip achteraan plakken. Heb je gelijk de eerste combo weer te pakken. Hè? Want we hadden eerst de ratslag naar butterfly kick. Maar hier gaat het over een achterwaartse rol naar een backflip. Super. Hey, dus dit is echt stap 1. En dit moet je echt zeg maar minimaal 100 keer herhaald hebben. Wil je het echt goed onder de knie hebben. En dan kun je het niet slim om dat 100 keer op één dag te doen. Maar verdeel dat gewoon. Hè? Dus doe het vandaag 20, 30 keer. Morgen 20, 30 keer. En dan is eigenlijk de stap, als je die luxe hebt, om de backflip te maken naar een verhoogd vlak. Begrijpt iedereen wat ik bedoel? Begrijp jij wat ik bedoel? Naar een verhoogd vlak? Zoiets daar. Yes. Dan ga ik Oscar even vragen. Oscar, als je even dat obstakel daar kunt filmen, waar Joël op gaat staan. Ja? Nee, dat even wachten. Ja. Ja, let op, weet ik. Yes. Mag je even eraf? Stel je voor, ja, iedereen heeft daar zijn tafel. Zo niet. Plaats even een berichtje, dan stuur ik je een tafel op. Ja, dan is het... Ja, dat kan. Hey, belangrijk dat als je een tafel hebt, dat je probeert daar op een gegeven moment de matras op te leggen als dat kan en mag. En dat je de backflip een klein stukje doet. En daarmee bedoel ik dat je dus tot en met je schouders de backflip doet. Snap jij wat ik bedoel? Dat je op je rug landt? Dat je zo... Ja, dus ga je eerst gewoon op je rug landen. Nou, wat hij heel goed doet... Ja, Wes, dus jij daar kunnen gaan staan, want als die valt, dan heb je hem. Ik sta aan deze kant, mocht je de verkeerde kant op rollen. Belangrijk is nu dat je eigenlijk op dit punt gaat vallen. En waarom? Omdat je dan namelijk de draai hebt moeten inzetten. Wacht even hoor, ga ik je even... Zo. Als je dus een ouder bent die nu meekijkt, of als je zoontje of dochter straks naar je toe komt en zegt, oh, ik wil de backflip op de tafel doen. Let op, ik leg er ook bij uit hoe je kunt hulp verlenen. Hebben we ook in les 2 uitgelegd met Thomas en Usjan. Maar let op, ik zou hier kunnen helpen, hier bij de onderrug. En uiteindelijk mag je hem inzetten. Zie, en ik kan begeleiden, ik kan zeggen, net iets verder. En dan voelt hij precies van, nou ja, ik mag hem nog harder inzetten. En je mag hem inderdaad nog harder inzetten. Ja, dat weet ik. Ja, maar je, dus zonder hulp, want dat kun je al. Ja, en dat mag nog harder. Dus je moet eigenlijk proberen, hoe gek het ook klinkt, hem op je nek te landen. Maar mag hem hier zo tegenaan komen? Ja, zacht hoor. Ja, gaat al beter. En je ziet ook dat er een hele mooie draai nu in zit. Nou, als je dit veel geoefend hebt, en uiteindelijk is het echt de bedoeling... Oh. Ja, dit is mooi, hè? Ja, dit is live. Ja, kom er even bij, joh. Wat gebeurde daar? Wat gebeurde er? Deze grond is heel erg glad. Die glijdt hier zo uit. Okay. Kijk maar naar mijn schoenen als ik die onderaan ga. Ja, hij probeert het nou goed te praten natuurlijk, maar hij hoort erbij, toch? Geeft helemaal niks. Wesley, durf jij hem iets verder te doen? Dat je hem iets meer op je nek landt? Daar komt hij. Ja, dat is op zijn rug. En probeer hem iets meer dus op je... Dat is al beter. Hij mag nog verder. Ja, hij wordt beter. ik hem nu echt ga doen, dan ga ik echt op mijn nek landen. Oké, nou, heel veel mensen vinden het dus eng, maar het is echt belangrijk dus dat je op dit punt landt. Dus echt hier landt. En dat is misschien even onplezierig, maar het is belangrijk dat je dat dus rustig opbouwt. Ja, want dit is eigenlijk al de backflip. Denk maar eens het obstakel weg, dan heb je gewoon al de backflip. Nou, stel je voor, je hebt dus die luxe niet. Je hebt geen tafel of niet de juiste hoogte of geen matras op de tafel. Dan heb je natuurlijk nog de andere stappen. Let op, gaat het matrasje van de grond. En dan is het dus belangrijk, dat we zo meteen bezig gaan, dat als degene die de salto doet, die kan natuurlijk doorrollen of die kan vallen op zijn hakken en dan nog naar achter vallen. Dus denk er even over na, als je hem doet, dat je zorgt dat er niks achter ligt. Dus het is slimmer dat wij de backflip van deze kant naar die kant doen of inderdaad hem iets verder wegleggen. Joël, ben je er klaar voor? De backflip. Prettig om je schoenen uit te doen. Waarom? Dan ga je minder snel door je enkel op een zacht matras. Er ligt geen zand op je matras. En er ligt geen zand op je matras, want hier slapen we natuurlijk ook vanavond gewoon weer op. Moet ik hem zonder begeleiding? Nee, nee, nee. We gaan even, want we doen even alsof je hem nog helemaal niet kan. Want er zijn mensen aan het kijken, die kunnen hem misschien helemaal nog niet. Dus let op. Ja, doe lekker, gewoon zo is goed. Yes. Nou, dan mag jij daar naartoe kijken. En het is dus belangrijk dat als je hem zelf gaat doen, heel veel mensen doen hem zelf, die landen op hun knieën. Kun je op je knieën landen? Ja, en dan doen we het met de backflip. Ja, is goed. Ik ga het wel proberen om mijn knie te landen. Ja. Ja, dit is bijna hoe iedereen hem zonder enig training vandaag zou kunnen doen. Maar hoe doe je dat veilig? Nou, in je eentje doe je dat vooral over je schouder heen. En daarmee bedoel ik dus dat je niet met je hoofd naar achter gaat en het plafond ziet, maar dat je opzij kijkt, over je schouder kijkt, waardoor je ook een hele schuine salto krijgt. Om een beetje de makaku. En ervoor zorgen dat je matras dik genoeg is. Ja, en dat je het niet naast landt. Ik zal laten zien wat ik bedoel, dames en heren. Dus op het moment dat je dus nog helemaal geen backflip kan, wat je dan doet, is dat je gaat gewoon staan. Je kiest een kant op, links of rechts. En dan kijk ik dus mijn handen achterna. Dan krijg ik meer een soort van ratslag alleen aan de achteren. Dus ik doe ook één been even naar voren. Kijk uit, dan zit er op jou best niet. Ja. En zou ik ook kunnen zeggen. Yes. Zo zie je dus, het ziet er een beetje uit als een ratslag. En uiteindelijk ga ik dat steeds meer recht over mijn hoofd heen doen. Deze komt ook gewoon als video. Nou, dan zie je dat ik eigenlijk een soort van flikvlak maak. Maar nogmaals, het is veiliger om dit dus met iemand te doen. En dan Joël, kom er weer bij. Zeg ik weer van jou. Yes. En het is dus belangrijk dat je goed ondersteunt op het draaipunt. En dat is bij je heup. Gewoon lekker op jouw manier. Gewoon lekker landen. Nice. Die was echt heel hoog. Die was inderdaad heel hoog. Het is ook een beetje een trampoline deze. Hè? Het gaat heel goed. Maar het is belangrijk dat de hulpverlener, ik in dit geval, weet wat er moet gebeuren. Want de meesten maken de fout door hun hoofd helemaal naar achter te gooien. Alsof ze een layout maken op trampoline. En daardoor verlies je heel veel hoogte. Dus wat we nu gaan proberen te doen. Je blijft Wesley aankijken, zo lang mogelijk. Mm-hmm. En ik zal ervoor zorgen dat je gaat draaien. Dus ik heb niet alleen je rug vast, maar ik heb ook nog een keer dat ik zijn benen een duwtje geef. Ja, ik zou even recht voorstellen. Anders gaan we halve schroef doen. Eén. Nice. Dit leeft wel op mijn plek. Oké. Ja. Nou, dan is het nog wel zo dat ik geloof dat hij veel sneller kan draaien. Want weet je hoe je nu tukt? Echt best wel lang uit. Ja, hij tukt en hij is best wel groot, noemen we dat. Terwijl tukken wil je eigenlijk doen als je zo klein mogelijk bent. En hoe word je zo klein mogelijk, weet je dat? Zo dicht mogelijk bij je buik? Je doet je knieën zo dicht mogelijk bij je buik, maar eigenlijk naast je buik. En dat noemen ze de cowboystaal. En mensen die dubbels doen, denk aan Jari of trippels of Ramon, die gooien dus heel vaak op trampoline. Op deze manier, noemen ze de cowboystaal, gaan ze tukken en draaien ze echt een keer zo snel. Dus we gaan proberen zo meteen om jouw backflip super snel te maken. Yes? Yes. Yes. 3, 2, 1. Nou, echt nog niet. Dan draai ik even zo naar de camera toe. Als je niet zeker weet of iemand echt spot, dan kan je ook nog een spelletje van maken. Dan springt Joël straks omhoog. Wanneer je in de lucht bent, steek ik een aantal vingers op en jij moet vertellen hoeveel. Ja, dat is wel grappig. Dat kan ook nog. En als je goed kijkt zo meteen, ook als je hem zelf weer terugkijkt, de livestream, dan kun je goed kijken nu. Dus film ook zelf je eigen move. Want dan kun je ook zien of je je knieën echt naar buiten hebt of niet. Dus we gaan even checken of jij dat wel hebt. En film dan in slow motion. Dan kan je nog beter zien wat je nou echt doet. Want het gaat natuurlijk allemaal super snel, hè. Wat je eerst even mag doen, geef er 5 keer gewoon tukken. Ja. Als je nu thuis bent, doe even mee. Zoals je kan zien, even springen en 5 keer tukken. En probeer hem dan ook echt breed te pakken. Dus niet je knieën binnen je schouders, maar probeer je knieën een beetje buiten je schouders te halen. Gaan we hem doen? Yes. En als je dit thuis doet, zorg er echt voor dat je een dik matras hebt of dat je ouders helpen of in ieder geval kijken. Yes, netjes. Okay. Ah, het is ook voor jou een conditietraining volgens mij, want je bent natuurlijk al net bezig trainen met ons. En nu moet je ook nog een keer de backflip doen. Dus hey, voor nu al ontzettend goed bezig. Je ziet het accent is dus, dat heel veel, of de fout die mensen maken is hoofd in de nek. En dat ze dus groot zijn in het draaien. Terwijl als ik dit doe, zie je dat ik veel kleiner kan worden vanaf de zijkant. Dus dat is een hele belangrijke tip. Is er nog een tip, jongens? Ja, ik heb een tip. Ga niet meteen op de grond oefenen, maar eerst ergens vanaf. Even kijken naar de mensen thuis. Ga eerst even ergens vanaf proberen, want dan kan je de techniek wat beter dan in de knie krijgen. Ja, dat is eigenlijk de volgende stap. Op het moment dat je dus geen hulpverleners hebt. Ik heb het namelijk geleerd op een zandbult. Ja, dat was je ook ingesteld. Yes. En waarom een zandbult? Omdat als je dan valt, dan doet het geen pijn. Plus een zandbult loopt zo af. Dus het is ook een beetje veilig, vind ik dan. En het landt gewoon, wat ik al zei, super zacht. Dus maar in jouw geval, wat we gaan doen, je mag even daarop gaan staan. Mag je hem er even recht achter leggen. Als jij dat fijn vindt, dan doen we dat met schoenen. Dus je kan hem ook ergens vanaf doen. Het voordeel is dat je veel meer tijd hebt in de lucht. Het nadeel is dat heel veel mensen hem hierdoor op een verkeerde manier aanleren. Omdat ze bang worden dat ze namelijk de rand raken. Dus wat doen ze automatisch? Ze maken meer een backflip layout. Ze gaan eerst even wachten en dan naar achter. En dat moet ook, want anders land je op dezelfde plek. Met hulp? Nee, zonder. Zonder hulp, yes. Ja, keurig. Mooie techniek. Dus eigenlijk heel goed voor elkaar. En je ziet, hij landt ook niet heel ver weg. Hij landt een kleine halve meter, dus dat is super netjes. Wat wel gevaarlijk is, is als je dus de hele tijd gaat trainen, dat je dan in één keer weer van een obstakel afgaat. Want als je hem op de grond wilt trainen, moet je hem op dezelfde plek proberen te landen. En als je hem dus ergens vanaf doet, nou, hij is natuurlijk ervaren, hij zit ook in het selectieteam. Maar op het moment dat je dat dus nu net vandaag voor het eerst gaat trainen, hou het even op één manier. Dus of je doet hem ergens vanaf met een zandbeeld, of je doet hem op de grond met een matras en een hulpverlener. Maar ik zou ook niet dan naar voren blijven kijken, want dan ga je juist nog verder naar voren. En soms heb je dan ook dat je begint te gainen en dat wil je ook niet. Ja. Nog even een tip. Als jij hem dus ergens vanaf doet, ga ik je even laten zien waar je op moet letten. Dan is het belangrijk dat als je dus de backflip op het juiste moment wil inzetten, dat je de timing goed hebt. Hè? Dat betekent dat ik me eerst een klein beetje laat vallen. En als ik weet van, hé, ik ga vallen, dan zet ik hem in. Zodat ik zeker weet dat ik naar achter val in plaats van dat ik op dezelfde plek zou landen. Tegenhouden? Kan je het echt zien? Huh? Dan leun je even op mijn hand. Kan je het echt laten zien? Oh, in principe is het wel duidelijk. Check. Dus het is op dit moment. Ja? Stanks. Goed, dan. Hey, dat is dus de backflip. Maar misschien zijn er ook wel andere dingen die jullie van ons willen horen, willen weten, willen zien. Want we hebben natuurlijk weer een aantal vette vrienden. Oscar is er ook natuurlijk. Misschien wel een verzoekje voor Oscar. Oscar, ja, daar is hij. Hij is er echt, hè? Hoi, ik ben er ook. Thanks. Hey, dus Oscar is er ook. Dus stel je voor, je hebt nog een vraag. Of je wil weten hoe je moet schroeven. Of hoe je een kork moet doen. Of je wil een kork zien. Of je wil iets anders zien. Laat het even weten. Ik wacht wel even. Robin die wil weten hoe de schroef moet. Hoe de schroef moet? Nou, kan je de schroef uitleggen? Wie wil dat uitleggen? Jij bent, wat voor schroef? Ja? Vooruit of achteruit? Dat is ook een goede. Vooruit of achteruit? Oké. Okay. Nou, zal ik een beginnetje maken en dan kun jij even nadenken. In principe, als je een schroef gaat doen, gaan heel veel mensen gelijk voor de hele schroef. En dat is eigenlijk een grote fout. Of je hebt geluk en je doet hem gewoon lomp en je hebt een hele draai. Maar ik adviseer altijd om te beginnen met een kwart of met een halve draai, een 180. En hoe je dat doet is eigenlijk heel simpel. Je hebt een aantal methoden vanuit de turnen gezien ook. Die zijn natuurlijk al wat langer bezig. En turners die doen het allemaal super strak. Je ziet bij een vrienden eigenlijk wel vaak een beetje slordigheid. Dat het niet helemaal mooi is, dat ze het niet goed klein maken. Dat ze dus een 1 of 2 schroeven doen, maar 3 en 4 wordt al lastig. En bij de mensen die dat wel kunnen, dat ziet er altijd super goed uit, super strak. Dat heeft te maken met de juiste techniek. Nou, een aantal technische dingen die ik je erover kan vertellen, is dat je dus moet beginnen eerst met vormspanning. En dat betekent dat je dus je hele lijf goed moet kunnen aanspannen. En dat kun je gewoon oefenen door gewoon te gaan staan en een kwart draai te maken. Dus. Nou, dit is super makkelijk, maar op het moment dat je een hele draai moet gaan maken, kan het maar zo zijn dat je bijvoorbeeld niet helemaal recht landt. Dus kijk even of het gelukt met mijn microfoontje. Neem je normaal gesproken lekker je handen mee. En dan is het de bedoeling dat je staat, stabiel staat, in plaats van dat je landt en dat je eigenlijk niet meer de spanning hebt op je hele lichaam, waardoor je een beetje gaat bewegen, een beetje, hoe noem je dat, gaat slungelen. En dat noemen we dus vormspanning. En als je dat niet hebt in je schroef, moet je niet eens gaan beginnen. Dus belangrijk, vormspanning. Dan is het belangrijk dat jouw kin bepaalt waar je naartoe gaat. Dus ik kan hem nog zo hard inzetten, maar als ik de andere kant op kijk, gaat mijn lichaam dit doen. Dus dit zou dan mijn hoofd zijn en dit zou dan mijn onderkant zijn, dan krijg je dit. Dus belangrijk, je moet kijken waar je naartoe wil en je armen inzetten als een, hoe noem ik dat zo mooi, het momentum zeg maar. Dat genereert de snelheid en de kracht. Dus belangrijk, dat neem je mee. Wat zeg je? Dan moet je ook met een kork doen. Dan moet je naar links kijken, maar niet te snel naar links kijken als je van een obstakel af doet. Want dan kan het zijn dat je op hetzelfde obstakel weer landt. Want zoals ik heb, als ik een kork inzet, dan kijk ik die kant op. En als je dat echt te vroeg doet, dan kan je weer op hetzelfde punt landen. En dat wil je niet hebben. Nee, dus het geldt inderdaad eigenlijk voor elke manier van schroeven. Belangrijk dus, sommige mensen kijken onder hun oksel. Andere mensen kijken over hun schouder. Maar het is belangrijk dus dat je inslaat, jezelf knuffelt noem ik wel, en dat je dan echt goed aanspant. En dan is eigenlijk gewoon heel veel oefenen. En als je op trampoline een schroef goed wil kunnen, en dat kan je later ook flat goed gebruiken, dan moet je eerst omhoog inzetten en dan op een gegeven moment, als je hoog bent, dan pas gaan draaien en niet meteen zo, want dan krijg je heel snel dat je omlaag kijkt. Klopt, en dan heb je niet eens een salto gemaakt, dan maak je alleen de schroef. Dus ik zou eerst adviseren, ga eerst bezig met schroeven. Dat kun je dus gewoon op deze manier doen, zoals ik net zei. Dat je staat en dat je gewoon gaat springen en dat je een hele draai maakt. Dan zou ik je adviseren om dat op de rug te doen. Dus je landt op je rug. Heeft een benaming, toch? Op trampoline, jongens? Dat je cat twist? Cat twist, ah kijk. Dus dan land je op je rug en dan ga je cat twist oefenen. Dat doe je links en rechts en dan voel je vanzelf welke kant jouw voorkeur heeft. Vanuit daar zou ik zeggen, hey, maak een salto voorover. En inderdaad, maak eerst maar zo'n barani, de salto halve draai. En vanuit daar kun je doorgaan. En is het echt een kwestie van goed kijken waar je heen wil en inzetten. En op het moment dat je dat harder doet, dan heb je vanzelf op een gegeven moment de hele draai. 1,5, Rudy, en dan gaan ze maar door, zeg maar. Yes? Je kan ook een kork proberen, ja. Maar goed, die opbouw van de kork heeft weer te maken natuurlijk met dat je eerst een kick to the moon zou ik adviseren en daarna ga je bezig met schroeven. Maar sommige mensen die kunnen in wel kork en niet echt een backflip landen. Jij bent er zo eentje, toch? Ja, ik kan wel kork even doen. Hij kan wel kork even doen. Nou, gaan we eens even kijken. Boom. Dit bedoel ik. Hij gooit gewoon een kork. Bizar. Ja, is ook helemaal goed. Dat is ook alleen maar verstandig. En daarin moet je natuurlijk ook een beetje het balans aan gaan voelen. En dat komt met ervaring. Want hoe vaak heb jij de kork, denk je, gedaan voordat je hem kon? Of hoe vaak heb je hem geoefend? Dat was de eerste keer dat ik een flat heb geland. En daarvoor kon ik hem nog niet echt. Dus ik doe hem vooral nu niet zo vaak. Maar normaal doe ik hem met matten. En ik ben wel een keer op dezelfde mat geland. Ja, maar hoe vaak heb je moeten oefenen voor de mensen thuis die denken van... Hé, dit wil ik ook kunnen? Ik heb de hele winter en lente moeten oefenen om in de zomer te kunnen. En hoeveel keer denk je dat is? Is dat 100 keer? Is dat 1000 keer? Als je echt goed traint bij de lessen, een uur lang, dan hoef je maar 10 keer bij een les te leren en dan kan je hem wel echt. Maar een les, dat is maar 1 keer per week, dus dan... Tenzij je 2 keer per week traint. Ja, dan, maar ik denk dat je hem best wel snel kan als je echt gewoon er alleen maar daarop zit te pushen. Ja. En dat is ook wel een goede inderdaad. Vraag ook aan je docent gewoon als de lessen weer beginnen straks. Hey, mag ik me focussen op 1 trick? En dan kan het maar zo zijn. Als jij goed luistert in de les, dan zeg je hey, geen probleem. Weet je, ga maar even in dat hoekje trainen. Ik hou je in de gaten. Als je tips nodig hebt, dan hoor ik het wel. Zijn er nog vragen in de chat? Want anders dan gaan we natuurlijk gewoon zo meteen weer een beetje chillen. Dan gaan we gewoon de boel afsluiten. Tam. Zijn er vragen? Laat het allemaal even tot je doordringen. Er wordt een hoop gezegd natuurlijk. Er is een hoop al uitgelegd. We hebben dingen laten zien. Maar misschien heb jij wel nog een vraag over de kork of over de backflip. Yes, zijn we klaar met vragen? Nou, super, geen vragen. Dat betekent dat het gewoon heel duidelijk is geweest. Dan gaan we nog even de cooling down doen. Dat doen we elke week. Super belangrijk. Voor de kijkers die er nog zijn, zorg ervoor dat je dit stukje ook even meedoet. Want het is super belangrijk voor je lichaam. Yes. Goed, daar gaan we. Goed, wat vind jij nou een goede oefening voor een cooling down? Even gewoon 5 minuutjes achter elkaar gewoon even vlinderen. Of 1 minuut, dat hoeft geen eens heel lang. Maar het is gewoon wel heel goed, want anders kan je daarna nog een beetje last van je, kan je spierpijn krijgen daarna. Dus cooling down is wel heel belangrijk. Check. Nou, met vlinderen wordt bedoeld inderdaad dat je in een soort van kleermaker gaat zitten. Hè? Dus, ja. Oh ja. Ja, zeker. Ja, als jullie Jorik kennen, als je dit lang genoeg doet, dan ga je op een gegeven moment vliegen. Ja, dan stijg je op, absoluut. Jorik is nu onderweg. Ja. Dus die komt zo meteen weer terug. Hé, maar belangrijk met de cooling down. Ik heb een mooie video gemaakt over de warming up. En die komt ook nu even zeg maar, in beeld. Of hij komt zo meteen nog even in de beschrijving. Maar een cooling down, dat doe je eigenlijk altijd stil met passieve bewegingen. En daarmee bedoel ik dus dat je dus niet moet gaan flapperen. Maar dat je dus probeert om je tenen vast te pakken. En je probeert je hakken zo dicht mogelijk naar je billen te krijgen. En je mag je met je ellebogen je benen naar buiten proberen te duwen. Dat mag je 8 seconden vasthouden. Mag er muziekje aan trouwens, heel zachtjes. Dus je trekt je benen naar je toe, duwt je benen naar buiten. Je moet hem een beetje voelen. Cooling down, mag rustige muziek zijn. Yes, en je duwt hem naar buiten. En minimaal 8 seconden. En dan gaan we door. We hebben een soort van challenge. Dat we de split en de spagaat kunnen op een gegeven moment. Dus we gaan eens kijken hoe ver kom jij. Niet, zegt hij. Nou, we gaan het proberen. Dit is hoe ver ik kom. Ja. Probeer je knie niet op de grond te hebben. En dan belangrijk dat je het voorste been, dat je het ook even strekt. En dan 8 seconden volhoudt. Oh ja, dat kan ik wel. Ja, netjes. Andere kant. Lekker bezig, lekker bezig. Ja, dit is echt best wel zwaar hè, soms. Ja. Probeer ook je been even te strekken nog, voorste been. En als het niet lukt, dan moet je minder ver doen. Dus voorste been nog even strekken als het lukt. En dan hebben we nog, je hebt split en spagaten, dus deze moeten we ook nog even doen. Probeer je tenen naar het plafond te doen. Dus doe je hand op de grond, tenen naar het plafond. En probeer naar voren te blijven kijken. En je knieën naar achter duwen. We zijn er wel klaar. Goed, wat ik dan even lekker vind altijd, de bovenbenen. Pak ik 1 been vast. Duw je heup naar voren. Zo. Andere kant. Als je hem niet voelt, mag je je heup meer naar voren duwen. Je buik en je heup. Hoppa. Oké. Laatste. Laatste 2. Je benen over je andere benen heen en je gaat jezelf even knuffelen. Goed naar je toe trekken. Daarmee maak je je bilspier. Hou je een beetje lenig. Andere kant. Goed naar je toe trekken en up, even knuffelen. Voel je al iets? Hij voelt iets, hij is helemaal stil. Yoga. Yoga. Hey, en dan. De allerlaatste. En voor de schouders die hebben we ook gebruikt vandaag. Spierbal maken. Andere hand onderdoor. Pak je hem vast en duw hem naar buiten. Ja, dat is een olifantje. Je mag je naar buiten proberen te duwen. Ja, je had hem, je had hem. Ja. Heel goed. Andere kant. En dan even de linkerhand op je onderrug. Doe je elleboog voor. Niet te hard hoor, anders dan trek je hem zo af. Andere kant. Dat is altijd het minst leuke gedeelte van de training hè? Nou, dat vind ik leuker dan de warm-up. Oh echt? Oké. Okay. Nee, ik vond de warm-up ook wel leuk. Yes. Hey, dames en heren, super dat je keek. Misschien zijn er nog vragen en anders tot de volgende keer. Yes. Nou, dat was één vraag, maar die is uitgelegd. Maar er waren ook echt